50 jaar geleden, op 8 februari 1968, richtten 4 studenten de Leidse studentenwerkgroep Homoseksualiteit op. Paul de Leeuw, Jan van Kaakerken, Jos Westerdijk en Leo de Ridder werden met anderen de kwartiermakers voor de beweging waaruit COC Leiden is voortgekomen. Dat is nu dus 50 jaar geleden en dat werd donderdagavond gevierd met een bijeenkomst in het Leidse stadhuis. In het kader van 50 jaar homobeweging Leiden zijn er het komende jaar tal van activiteiten. Dus vandaag de aftrap. Zaterdag hebben we een groot feest op het COC. 50 Shades of Pink. Dus kom roze, paars of fabulous gekleed. Het wordt zo ongelooflijk stereotype homo dat je glazuur van je tanden springt, vermoed ik. Maar het wordt wel een mooi feestje. Hey, jullie zijn voor 50 jaar homobeweging diep de archieven ingedoken. En een aantal van de oprichters van 50 jaar geleden waren ook hier. Ja. Paul de Leeuw, niet de Paul de Leeuw, en Jos Westerdijk, die zijn gekomen. Die zijn in 68 zo dapper geweest om de Leidse studentenwerkgroep Homoseksualiteit op te richten. De andere twee, Jan van Kaakerken en Leo de Ridder, die leven helaas niet meer, dus die konden er niet bij zijn daardoor. Er waren 4 Nederlanders, en die 4 Nederlanders kwamen bij elkaar. Via een van die 4 Nederlanders, die door de mensen van het dialoog van het landelijk COC getipt werd... Het zit nu in de lucht. Alle universiteitssteden beginnen. Hier dient ook iets te gebeuren. En Leo kwam met Jan van Kaakerk, een van zijn studiegenoten. En toen kwam de sidderende Jos erbij. En intussen was een eigen rijder, Paul de Leeuw, al lang bezig om uit de kast van alles in Leiden te vinden. Richting Augustinus, richting Kukenheim enzovoorts. Op 10 maart hebben we eerst het LHBTI-verkiezingsdebat, want de verkiezingen komen eraan. Dan op 13 april hebben we met de ouderen doen we de Tour d'Amour over roze ouderen en hoe het is om terug in het verzorgingshuis, terug de kast in te gaan. En dan in mei gaan we aan de slag met sport en homoseksualiteit en homofobie. En dan in de zomer hebben we een heel mooi stadsfeest. En in het najaar hebben we een conferentie, een symposium over... Ja, er is hier een dubbelfeestje aan de gang. De hutspotten zijn er ook. Ja, het is ook carnaval, dus de hutspotten hebben hier een feestje. Ook in de hal van het stadhuis. Ze komen even langs. Even onderbroken, maar wel gezellig. Ja, dat was wel gezellig. Ja, de hutspotten. Het is ook carnaval, hè? Ja, mooie omgekeerde integratie, zullen we maar zeggen. Ja, in 50 jaar kan er toch heel veel veranderen. Toen we ermee begonnen, was dit niet mijn einddoel. Er was gewoon genoeg te doen. Het is een continuum geweest, waarbij aan de andere kant, als je nu meemaakt in de pers, dat mensen automatisch... razend worden als er homo-lesbische discriminatie is, dat je zonder meer kan trouwen, dat alle zaken op een zakelijke, gewone manier gelijkgeschakeld zijn, dan voel ik een innerlijke tevredenheid. En dan denk ik, ja, we hebben met z'n allen wel een paar stenen in de rivier verlegd. Het is nu anders.